soms niet de vibe zijn, maar deze is ook eigenlijk... Jezus. Het wordt gewoon wat veel. Ja, dat kan wel, maar... Als ik... Nee. Nee. Wie maakt altijd kwasten schoon? Dus ik nooit. Ik maak hem steeds langer en groter en dikker en... Ik heb nu dus wel echt een probleem. Oké, okay, then we have this. Nee, dan zie je het dus... Hey! Wow! The final look. Hoi en super leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb echt vet lang niet zo'n soort video gemaakt. Ik wil namelijk gewoon lekker een get ready with me. Lekker make-up, outfit, haar. Ziet er nog niet uit. Ik wil het eigenlijk gaan krullen. Dat is nu echt gewoon... En ondertussen gewoon gezellig kletsen of zo. Ik had er gewoon echt helemaal zin in. Let's do it. Als je dit leuk vindt, vergeet zeker niet blauw omhoog te geven. Dan weet je dat je dit soort video's leuk vinden. Ga ik het vaker maken. En vergeet natuurlijk niet gewoon te supporten door op die abonneerknop te klikken. Ik had pas in een video gezegd dat de eerste 10 mensen die op DM sturen, een screenshot sturen van dat ze me volgen. Wacht, wow. Stuur een screenshot dat je op mij bent geabonneerd op Instagram DM. En dan gaan we lekker kletsen. En dan volg ik je terug bij de eerste 10 mensen. En ik vond het vorige keer helemaal geslaagd. Was super gezellig. Daar weer veel van jullie leren kennen en gesproken. Let's go to the beauty station. Woo! Oké, ik weet nu al dat ik de vraag ga krijgen. Ikea. En deze is van mijn vaders werk. Dus geen idee. Die had hij gewoon alles gewoon over het werk. En die heb ik. Kast ook Ikea. Maar het is wel een change of plans. Ik ga even beginnen met wat droog shampoo. Ik gebruik ook deze doos shampoo van Batiste. De XXL Volume. Want dan kan dat een beetje in mijn haar intrekken. En dan... Ja, ik weet niet. Gewoon chill. Hij heeft wel heel erg een witte waas. Maar dat gaan we er nog uitschudden hoor. Ik ga lekker mijn haar krullen. Gewoon heel veel zin in. Bijna op. Ik heb haar echt al een paar dagen niet gewassen. Dus. En gesport en zo. En in een koesje gezeten. Dus de laatste dag krul ik het altijd. En dan zit het eigenlijk top. Zo, ik heb het bloedheet. Ik zweet me helemaal kapot. Ik ga even een topje aan doen. Oké, much better. Ja, ik ga gewoon lekker kletsen en laten zien wat ik doe. Ik krijg vaak de vraag of ik mijn make-up routine wil laten zien. En... Nou, wat ik allemaal gebruik. Dus staat nu op zich wel al een tijdje vast. Dus ja, ik ben helemaal happy met mijn make-up routine eigenlijk. Nou, ik begin altijd met een primer. En ik heb deze primer van Elf. De Cookies and Cream primer. En ik vond deze gewoon best wel chill. Je ziet ook dat ik hem best wel vaak heb gebruikt. En deze ruikt oprecht naar cookies and cream. Het kan ook een beetje soms niet de vibe zijn, maar... Ik vind hem wel gewoon chill. En de hele ding is dat ik eigenlijk wel gewoon op zoek ben nog naar een nieuwe goede primer. Ik heb deze gewoon gekregen, dus die maak ik nu gewoon op. En als mensen tips hebben, maakt niet uit naar prijs, maar gewoon graag een goede primer. En ik heb niet echt verstand van primers, maar wat is nou goed en wat niet. Ik wil trouwens ook zeggen dat ik geen beauty guru ben. Ik doe maar wat. Ik heb wel heel veel vriendinnen geïnfluenced met mijn make-up routine. Ik, Nina en Anna, die hebben letterlijk elk make-up product wat ik heb ook gekocht. Of ze gebruiken het als ik met ze ben, want meestal maken we samen klaar. Ja, dus dan zou het wel werken als mensen het overnemen. Ik hou wel heel erg van make-up. Ik ben er echt verliefd op. Dus much love to the beauty scene. En ik ga vanavond trouwens uit eten met vriendin voor de verjaardag. Dus misschien ook wel leuk om te vermelden. Maar ik ga niet glammen. Ik ga echt al mijn everyday make-up doen, want ik ga gewoon lekker uit eten. En volgende week ga ik dus uit met al mijn vriendinnen in Amsterdam. En dan gaan we lekker eten en glammen en... Of eten en uitgaan. Dus dan wil ik echt met Nina en alle. Ik ga met z'n drieën gaan klemmen. Lijkt jullie dat leuk? Dan gaan we dat namelijk doen. Beauty blender. Ik heb er gewoon een van AliExpress. En deze is fucking chill. Ik heb gewoon echt een beauty blender. Maar ik vind deze gewoon chiller. Hij is gewoon groter. En lekker fluffy. Ja, dan gaan we eigenlijk gewoon beginnen met foundation. Ik gebruik deze Catrice Foundation echt al 3 jaar of zo. Ik vind hem top. Hij dekt perfect. Gewoon precies hoe je het wil. Je kan hem ook een beetje opbouwen. Blijf goed zitten. Eigenlijk wil ik wel eigenlijk ook een nieuw foundation. Maar ik ben gewoon te lui om uit te zoeken wat. Ik heb geen zin om in de winkel te staan. Met adviseren. Want ik vind het eigenlijk altijd net niet wat ze adviseren of zo. Ik heb altijd toch wel een heel ander idee bij wat ik wil. En dus als iemand een goede foundation ook weet, let me know. Dan moet ik natuurlijk wel even de kleuren. Ik heb nu een warm beige van deze. Dus deze maak ik sowieso eerst op. Ik wil eigenlijk wel echt gewoon een nieuwe. Gewoon die...
Estee Lauder Double Wear of zo. Gewoon lekker voor het uitgaan. Kijk, deze wil ik sowieso houden voor mijn everyday make-up routine. Als ik echt ga glammen, mag ik wel even net wat dekkerende voor mijn gevoel. Deze is ook eigenlijk... Jezus. Hij is eigenlijk ook wel te licht voor nu. Dus dat is ook een beetje aan... Daarom doen we lekker veel cream contour op. Dat is echt mijn leven. Oh, ik heb de hele dag met mijn bril opgezeten. En dan zie je altijd van die dingen van je bril. Dat vind ik zo lelijk. Goed je nek meenemen, jongens. Heel belangrijk. Maar laten we even kletsen over het leven. Natuurlijk vlog ik wekelijks. Eigenlijk soort van dagelijks. Maar het komt wekelijks van mij. Hierin vertel ik wel eens hoe ik me voel. Maar eigenlijk klets er nooit echt zo bij of zo. En dat vind ik ook echt heel leuk. Ik heb een tijdje echt in een fucking erg dip gezeten. Als je mij echt elke dag volgt, dan weet je dat wel. Dat eigenlijk... mee te maken dat ik gewoon overwerkt was, veel te veel deed, stage liep, brak me op, druk met school, ik moest afstuderen en mijn voorstel werd maar niet goed gekeurd, waardoor ik nu studievertraging heb van 3 maanden en gewoon allemaal gehouden dat waar je gewoon helemaal geen zin in hebt. En ik voelde gewoon opeens mega erg druk en ik weet echt niet waar die vandaan komt of kwam. Nou ja, eigenlijk weet ik het wel, maar ik wil eerst even vertellen dat ik even tussendoor de Elizabeth 8 Hour Cream Lip Balm opdoen. Het kwam eigenlijk ja, dat ik gewoon veel deed. Ik kon niet herinneren de laatste keer dat ik een avond vrij had en een serie keek. Dat bestond gewoon niet. Ik was alleen maar aan het werken, stage, fulltime. En in de avonden werken, in het weekend werken. En sommige leuke dingen doen natuurlijk. Mijn vriendinnen, ik wil je vriend zien. Dus ja, het brak me gewoon helemaal op. Ik kon niet meer. Ik ga ondertussen concealer opdoen. Ik heb van Shiseido. In de kleur 203 Light. Concealertje mag wel lekker licht zijn. En dan doe ik hier zo een streepje. En dan zo. Whoop. To lift it up. Zo dus. Dat was eigenlijk gewoon het hele verhaal. En winterdip en weet ik dan wat. Het kwam allemaal gewoon eruit. Auw. Het wordt gewoon wat veel. Dus toen heb ik even een paar stapjes achteruit genomen. Ik ben gestopt met part-time werken bij mijn management. Ik kon gewoon niet en YouTube doen en afstuderen en nog werken. Het ging me ook totaal niet om het geld, maar meer omdat ik het gewoon echt heel erg leuk vond. Maar ja, nu is het gewoon klaar. Ik ga wel terug, maar nu moet even al mijn focus op school. Ik ben nu bezig met afstuderen. Ik wil gewoon klaar zijn. Ik wil gewoon afgestudeerd zijn. Ik wil daar nog gewoon lekker mijn ding kunnen doen. Wat ik wil, wat ik leuk vind. En daar kan ik gewoon niet op wachten. Ik kan er gewoon niet op wachten. Dan gaan we door naar de contourstick. Deze is van Naked. I know, Naked heeft beauty. En dit is de meest geweldige contourstick die je ooit in je leven gaat ontmoeten. Ik heb heel veel mensen daarmee geïnfluenced. Zeg maar in mijn omgeving. Hij is creamy. Hij is gepigmenteerd. Hij dekt goed. Hij doet gewoon wat hij moet doen, doet hij goed. En dan, ja, dit heb ik eigenlijk nu een beetje verzonnen dat ik dat doe. Ik heb trouwens een kleur caramel. Waar ik trouwens mee bezig ben voor het afstuderen is wel fucking leuk. Ik ben bezig voor mezelf. Ik ben bezig met het creëren en het ontwikkelen van een format voor TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts. Dus heb jij tips of leuke ideeën voor me, let me know, want I need it all. En ik ga ook een paar van jullie interviewen, want jullie zijn natuurlijk mijn doelgroep. Dus dat is ook helemaal leuk. Dus ja, waar ik mee bezig ben is wel heel erg leuk. En het zou zonde zijn als ik dat allemaal half ga doen en aan het werk ben en dit... Weet je, dat gaat gewoon niet. Misschien kan je ook wel merken dat ik YouTube op een iets lager pitje doe. Normaal ook echt standaard 2 video's in de week. Maar nu red ik dat gewoon niet. En ik leg ook niet de druk op mezelf dat het moet. Want als ik iets moet, dan is het gewoon niet meer leuk. En ik wil gewoon een video maken omdat ik het leuk vind. En vanmiddag zat ik heb gewoon zin om een video te maken. Wat kan ik doen? Ik ga vanavond klaarmaken. Ik ga daar gewoon een video over maken. Waarom niet? Gewoon lekker ouderwets gezellig lullen en kletsen. En dat vind ik gewoon gezellig. En misschien wordt het wel helemaal niet bekeken, ja. Het kan. Even die onderkin wegwerken. Dan gaan we de cream blush doen. Die is van Revolution. Super dewy. Ja, deze vind ik ook wel heel erg chill eigenlijk. Gewoon ooit een keer besteld. Bougie shop volgens mij. Ik heb alleen nog geen cream highlighter. Dus verder heb ik ook cream. Ik ben meer overgestapt naar de creams trouwens dan naar de poeders. Poeders word je zo cakey van. En gewoon zo...
Nee, ik weet het gewoon even net niet. Sorry, ik zit eigenlijk wel wat naar beneden te kijken. Maar ja, ik moet natuurlijk wel mezelf zien als ik mezelf opmaak. Ik hoor eigenlijk gewoon graag... De enige comment die ik echt graag wil zien... is wat voor TikToks jullie van mij willen zien. Dat lijkt me het allerleukst. Want daar help je me echt oprecht heel erg mee. Nou, als iedereen nou even een comment kan plaatsen... wat voor TikTok jou leuk vindt... om van mij te zien, maak je mijn dag. Eigenlijk is het best wel jammer dat je gewoon op YouTube niet live... Ja, dat kan wel, maar niet zeg maar live vanaf mijn camera kan misschien ook wel. Nou, dit is wel een kut verhaal. Ja, dan poeder ik eigenlijk af met de Laura Mercier poeder. Bijna op. Eerst deed ik dit over heel mijn gezicht, maar ik hou de laatste dan een beetje van de Natural Glow. Het is echt bijna op, maar ik heb een nieuwe. En ik heb trouwens de kleur Honey. Dit is eigenlijk wat voor als je wat meer getintere huid hebt. Maar ja, dus hij is een beetje geel, maar ik vind het een beetje... de banana powder effect geven. Fuck in 2016, weet ik. Maar ik vind het gewoon best wel mooi eigenlijk. Ja, ik doe het gewoon. Ik vind het wel leuk. Maar dat doe ik dus onder mijn ogen een beetje zo. Teppen. Dat doe ik ook met mijn beauty blender. Gewoon, hoe noem je dat? Gewoon met mijn blender. Een beetje op mijn ogen. Gewoon voor een ooglookje. Nee. Ja. Nee. Dat doe ik volgende week als ik echt volgende glam ga. Ik doe heel soms een oogschaduw op overdag. Oh ja, ik doe ook een beetje mijn voorhoofd. Nou, ik pak alsnog alles mee. Nou, vooral mijn ogen, onder mijn ogen, mijn neus. Gewoon heel erg mijn T-zone eigenlijk. Door naar... Ja, als ik... Nee. Nee. Ik ga gewoon stick to my plan. Dan ga ik de bronzer gebruiken van Anastasia. Powder Bronzer Rich Amber. En een kwast van Nikki. Hele chille kwast. En een hele mooie bronzer. Anastasia, jongen. Oh my god. Ik ben echt obsessed. Ik heb deze dus ook in een blush. Die ga ik zo laten zien. En het is zo gepigmenteerd. Je doet er zo lang mee. Want je hebt er gewoon heel weinig nodig. En het zit erop. Ik vind het geweldig. Ik ga met dit ook altijd zo'n beetje over mijn ogen. Lijkt het toch alsof je gewoon een beetje oogschaduw op hebt. Tip for me. Trek je heel je décolleté mee. Want... je wilt echt niet zo'n lijn. Nou, dan gaan we naar de blush. Doe ik met een Real Technique kwast. Ziet dat deze voor de blush is. Hij hoort niet roze te zijn. Want ik heb het gevoel, dan doe ik het. En dan een week later zijn ze weer net zo vies. En er zit nog een beetje product op. Nou, kan je zo een beetje product doen. Nou, deze bronzer, blush heb ik het dus over. En dit is, deze blush is niet normaal. Niet normaal. Hij is zo gepigmenteerd. Ik hoef gewoon, ik heb hem nu één keer ingedipt. Het is gewoon al te veel. Gewoon, het is niet normaal hoe gepigmenteerd die is. En I love it. Gewoon echt dit. Het is echt bizar. Kijk, jongen, mijn neus is alweer roze. Ik vind blush trouwens wel echt helemaal de shit hoor. Ik heb het helemaal uitgevonden. Ik deed eerst nooit blush op, maar ik vind het helemaal, helemaal het. Doe highlighter. Ook zo 2019 of 2017, dat weet ik veel. Ik doe het ook alleen op bepaalde punten, niet overal. Ik gebruik deze highlighter van... ja, deze highlighter heb ik ook al sinds ik 15, 16 ben. En hij is gewoon nog steeds niet op. Dat is toch bizar. Ik gebruik deze. Ik doe gewoon een beetje overal. Op cupidoboog. Op mijn lip. Op het puntje van mijn neus. Hier. Onder mijn... wenkbrauwen. Ooghoek. Eigenlijk vind ik het iets kleiner. Zo. Gewoon even dat je een paar van die points in je gezicht even benadrukt. Even een highlight geeft. Dan gaan we door naar de wenkbrauwen. Ik heb powderbrows, maar ze zijn voor het gelaat... een jaar geleden gedaan. Kijk, je kan het ook wel echt zien. Zijn over het laatst geleden, een jaar geleden gedaan. Voor het laatst geleden voor een jaar. Maar ik ga ze dus over een maand weer laten doen. Dus dat is helemaal chill. Maar ik gebruik wel altijd een wenkbrauwgel. En ik gebruik ja, eigenlijk ook een van Naked. In de kleur brown. Deze is echt bijna op, maar er zit gewoon nog een beetje product op. En dan doe ik gewoon een beetje gewoon ja, eroverheen eigenlijk. Gewoon om net even pap te geven. Gewoon eigenlijk dit. Gewoon even die kleine touch aan je wenkbrauw van yo, I'm here. Gaan we met de... Kijk. Ik heb opeens de laatste tijd een obsessie voor eyeliner. Sinds 4 dagen.
Ik heb 4 dagen lang eyeliner op. Dus ja, ik vind het wel mijn everyday. Dus weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan het proberen. Ik ben er nog niet master in, maar ik wil er wel echt heel graag master in worden. Oh. En nu moet het natuurlijk wel echt gelijk. Ik denk dat het zo wel goed is. Ik maak hem steeds langer en groter en dikker. En ja, hier gaat het zo bij mij. Ik weet niet wat ik nu aan het doen ben. Dit gaat weer dus fout. 1 keer proberen en ander stoppen we ermee. Ik wil gewoon even een klein, subtiel, schattig, leuk wingetje. Niet zo'n... Ja, gewoon dit wil ik. Gewoon zo'n klein, subtiel, leuk wingetje. Deze kant met 1 mini, teeny, whiny. Geweldig. Geweldig. Nou, dan zijn we eigenlijk al bijna klaar. Dan moeten we alleen nog veel mascara opdoen. Ja, ik krul mijn wimpers met de wimpercruller van Tweezerman. My fave. Lijkt nu alsof ik geen wimpers heb, maar ik heb ze wel. Alleen ze staan recht vooruit. En ik gebruik X-Lash serum. En it changed my life. Ik had nooit wimpers, maar sinds ik dit spul gebruik dus wel. Al deze hele video is no spon. Dus het zijn oprecht echt producten waar ik van hou. Ja, het moet wel veel en lang krullen. Willen ze voorover blijven of rechtop blijven staan. Kijk, en opeens heb ik wimpers. Kijk, je ziet ook wel dat ik ze heb. Ik kruk ze allebei nog een keer. I know. Wat is dit nou weer voor grap? Dit heb ik zo vaak. Deze kant krult nooit. Deze kant laten we even voor wat het is. Dit is toch bizar. Waar slaat dit nou weer op? Nou, dan ga ik het aan deze kant laten zien. Ik vind mijn moedervlek heel erg lelijk en groot geworden. Dus ja, mijn insecurity, maar maakt niet uit. En dan, oh, dan ga ik met een primer eroverheen van Dior. Deze. Zo, gewoon een beetje eroverheen. Dan blijft ze nog beter staan, zeg maar. Zo. Dit slaat nog nergens op. Even serieus. Dit is het gewoon. En deze wimpers werken gewoon niet mee. Het is mijn grootste irritatie dat het bestaat gewoon. Toch gebruik ik deze mascara van Chanel. De Volume. Heel erg chill. Daar ga ik even overheen. Dan maak ik alles even zwart. Oké, maar ik heb nu dus wel echt een probleem. Als die andere wimpers dus gewoon echt niet meer willen krullen, hè? Want dan loop ik gewoon zo verschut. Dan zijn we nog niet klaar. Heb ik sinds kort de MAC Stack gekregen van mijn moeder. En dit is de welbekende mascara die je dus over elkaar heen kan stacken zonder klontjes te krijgen. Ja, I'm a fan. Trouwens, als ik echt haast heb, dan doe ik het niet zo uitgebreid hoor, maar... Loop met 1-0. Ben ik de enige die dit heeft? Let me know. Als je dit ook hebt of wat je eraan kan doen. Of zullen we gewoon niet meewerken? Ik ga het nog 1 keer proberen. Ik krijg vaak wel complimenten over mijn wimpers. Maar je moet er ook wel wat voor over hebben hoor. Jezus Christus. Oké, dan gaan we weer dus met Chanel eroverheen. Yes, hij werkt. Hij werkt mee. Zo. En met de MAC Stack. Het geeft gewoon net even die touch die je wil. Gewoon ook een fijn borsteltje hoor. Dat waren de wimpers. Die duren het langst van mijn hele make-up routine. I don't mind, want het maakt het wel echt. Ik ben er altijd echt van als ik mijn wimpers heb. Ben ik helemaal blij. Dan doe ik bijna altijd mijn favoriete Dior Lip Oil op. Deze is zo mooi. Echt zo mooi. Is dat niet normaal? I love it. En ook verzorgend. Dus het is 2 vliegen in 1 klap. Oké. Nou, dan gaan we eigenlijk door naar mijn haar. Trouwens, ik zit me nu op de bed. Oh. Kom mevrouw werken ook aan het einde van de video achter. Nou, dan ga ik even mijn haar borstelen. Ik heb deze borstel van Tangle Teaser ook. Oh. En ik twijfel nu of ik met mijn Dyson mijn haar wil krullen met een hele chille krultang. Ik heb zeg maar deze.
Dyson Steltang. Daar kun je echt ziek mooie krullen mee maken. Maar dat zijn echt heftige, wow, krullen, volume krullen. Of deze krultang. Dat is deze. Dus daar ga ik het ding mee doen. Back to business. Mijn haar. Ik ga het 1 en 2 splitsen. En dan ga ik even heat protection spray in sprayen van GHD. Heb ik deze op het moment maar gekregen. Niet dat dit de tip is. Als iemand een goede heeft, let me know. Want ik zou het graag willen weten. Zo, deze ruikt lekker. Die shit. Borstelen het weer even door. Mijn steltang, of mijn krultang bedoel ik. Ik heb de Max Pro. Ik weet niet welk merk het is. Max Pro. En ik heb hem 210 graden. Ik doe eigenlijk ook maar wat. Oh, ik heb heel fancy een handschoen. Zodat ik mezelf niet kan verbranden. Nooit gebruikt. Maar laat het eens een keer proberen. Ik heb sowieso deze krultang al een jaar niet gebruikt. Want ik dacht dat hij niet werkte. Maar voor mij gebruikte ik hem gewoon verkeerd. Laten we beginnen met dit. Ik krul het van me af. En dan gewoon zo. Ik zag hem op TikTok en ik wil nu. Ik heb deze. Waarom gebruik ik hem niet? Let's try it out. Hou ik hem altijd heel vast nog. Zo. En nog in mijn achter. Deze twee plukken. Wat chill is mijn handschoen, joh. Nooit gebruikt. Maar ik ga zo dus lekker uit eten bij het Leeuwtje. Echt even mijn favoriete restaurant ever. Het zit dus bij mij hier in de buurt. Het zit in Noorden, heet het. Ja, ik kan daar gewoon ziek lekker eten. Dus ik heb er echt lang niet gegeten. Pas nog geborreld, maar niet gegeten. Dus zo. Nu de andere kant. Oké, then we have this. Looks great. Laten we dit even met rust. En dan pakken we de bovenkant erbij. Surface. Ik krijg altijd de vraag, welke kleur haar heb je geblondeerd? Hoe heb je haar? Dit en dat. Heel vraag over mijn haarkleur altijd. Maar dit is gewoon mijn eigen haarkleur eigenlijk allemaal, het bruine. En ik heb in de afgelopen 4 jaar denk ik 4 keer highlights gezet. Nee, niet highlights, balayage. Dus niet vanaf het aanzet. Dus daardoor heb je ook niet echt een uitgroei. Loopt het gewoon een beetje zo over. Maar ik wil er dus eigenlijk een beetje van af. Ik wil gewoon weer een beetje echt eigen huidskleur en dan heel klein beetje highlights, want dit is nu allemaal super blond. Maar dit laat ik gewoon lekker uitgroeien hoor. Daar ga ik net zo niks aan doen. Dan weer even heat protection spray. Oeh, ik ben een stap vergeten bij de setting spray. Dat gaan we ook nog even doen zo. Eigenlijk gebruik ik voor overdag deze van Too Faced. Maar omdat ik vanavond echt weg ga, gebruik ik de Urban Decay All Nighter. Blijft toch net even iets meer lang zitten als ik echt een uitje heb. En die andere is meer echt voor everyday het zetten en dat het mooi samenkomt en zo. Dan gaan we door naar dit. Oké, we gaan even skip forward als ik hier klaar mee ben. Oké, dan hebben we dit. En dit wil je natuurlijk niet. Dit is veel te curly en strak. Dit is bijna helemaal afgekoeld. En dan ga ik er even doorheen met deze kam van Dyson. Dit is wel heel chill. Zo, het gaat 100% nog meer uitzokken, want ik ken mijn haarlak als vandaag. Zo, ik ga er even een beetje haarlak in doen. En dan gaan we de outfit uitzoeken. Oké, nu naar eigenlijk het lastigste. Godverdomme, zo geef je die kut hier aan. Let even niet op mijn outfit nu, want ik had dus eigenlijk iets anders aan, maar ik heb dus een ander topje gepakt. Ik weet gewoon echt even niet in welke mood ik ben. Ik heb leuke spijkerbroeken. Ik denk dat ik in een spijkerbroek moet. Mijn nieuwe spijkerbroek van de H&M. Zo'n oversized. Deze broek is way too big. Kijk hoe leuk. Even een chunky sneaker eronder of zo. Denk deze. Van Naked. Ja, en dan nu de top. Oh my god. Oké, nee, ik moet even gaan zoeken. Oh my god. Ik denk echt dat ik het perfecte topje heb gevonden. Hij heeft lange mouwen. Maar hij is wel heel leuk.
En een open rug. Ik ga dit even aandoen. Oké, nee. Ik voel de vibe echt helemaal niet. Nee, dit is echt niet de vibe. Maar ik wil zeg maar wel gewoon een beetje iets casuals. Want ik heb al best wel heftig haar. Ja, het is wel leuk, maar ik voel de vibe niet. Nee. Ik heb hier ook een heel leuk zwart blouseje. Wat je dus kan knopen. Maar dan moet ik wel echt boektape aandoen. Dus ik ga dat even uitproberen. Oké, veel boektape verder. En geen succes. Dus ja, dat is ook weer zonde. Ik heb echt een heel rolletje boektape. Best aan outfit passen. En uiteindelijk niet die top aandoen. Het is wel leuk. Nee, misschien doe ik dit wel gewoon. Maar ik ben dus nog niet helemaal zeker over die boektape. Want als ik zo hang. Nee, dan zie je het dus. Hey! Wow! I got it! Ik denk dat ik het heb. Maar dan doe ik er andere sneakers bij. Want dit heb geen... Ik doe deze erbij met zwart. Ja, ik ben helemaal fan van mijn oude. Helemaal leuk? Ja, ik vind het helemaal leuk. Woehoe! Alright, en dan is dit de final look. Ik ben helemaal tevreden. Ik ben echt super blij met mijn haar ook. Het zit echt ziek goed gewoon. Het is dus helemaal, de krotting is helemaal weer approved. Ik weet helemaal hoe ik hem moet gebruiken nu dus. Chill. Outfitje helemaal leuk. Dus ja, dit was eigenlijk de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het echt mega gezellig om jullie even bij te kletsen. En gewoon even lekker chill een videootje op te nemen. Niet te bijzonder of zo. Dus ja, let me know of ik het vaker moet doen. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Comment, like, subscribe, follow. En give much love. Doei doei.